Yo mensen, welkom terug bij een nieuwe video van Far Cry 4. Het is vandaag zondag 18 april 2021, 11:36 en we gaan verder met Far Cry 4. Waarom zeg ik dit op zo'n rare toon? I don't know. Uplay gaat weer komen. Wedden, Uplay. Toch? Ja, Uplay. Ik wil niet Uplay. Ik heb dat al 1000 keer gezegd, kut Far Cry 4. Maar Ubisoft, dit nog steeds, gebruik Uplay. Ook al gebruikt niemand Uplay. Fuck off met je AIDS, Uplay. We gaan verder, mensen. Met Far Cry 4. In Kirat. Ik weet niet bij welke missie we waren. Volgens mij moeten we iets voor Longus doen of zo. Dat kan ik me tenminste wel herinneren. De mannen moeten elk lijk beroven. Hij geeft de bespe aan zijn dochter Ashley. Oh, dat kon ik niet lezen. De mannen van de plum moeten elk lijk beroven. Ja, dan moet je zoals als je toch iemand killt, kun je hem net zo goed beroven, weet je. Doe dan ook wel goed. We zitten een beetje missig, een beetje kut weer in Kirat hier. Waar moet ik eigenlijk heen? Ik zie hier een B op de kaart. Volgens mij moeten we daarheen een missie voor... Badra, dat is dat ene kleine meisje. Geen idee wat voor missies zij aan ons gaat geven. Like, what the hell. Ik vraag me af wat er gaat gebeuren. Waarschijnlijk met onze chickie Amita. Want volgens mij zijn hun zussen... De nieuwtjes. Ja. Geen nieuwtjes. Nee, grapje. Minecraft Survive Island Doomer Gamer. Jopje, ben ik nog steeds bij dag 459. De Anime New World. Ben ik nog steeds bij episode 10. De miniserie Altered Melvin Evil Within 2. Ben ik nog steeds bij episode 4 uit mijn hoofd. Altered Melvin SimCity heb ik niet afgekeken. En dat is het, mensen. Ik heb geen nieuwe tv-serie gestart. Ik heb geen nieuwe film gekeken of zo. En... ik heb gisteren een beetje i3MZ Outlast 2 bekeken. Daar ben ik nu bij episode 7. Hij is net bij de Syphilis People. Bij Nick and Laird. Dus ja, daar is hij bijna mee klaar eigenlijk. Hier zijn twee mensen echt heel random gewoon aan het lopen. Fakka bro. Lekker een wandelingetje maken. Ja, gisteren heb ik ook een wandeling gemaakt in het forest. Met wat mensjes. Wat redelijk gezellig, redelijk rustgevend en gewoon gezond, ja. Verder is vandaag zondag, mensen. Laatste dag van het weekend, maar ik moet donderdag pas naar school. Dus hey, dikke jullie in de reetneukvinger. Waarschijnlijk heb ik een beetje online les, een beetje gezeik. In de tussentijd. Maar, ja, ik moet ook gewoon een beetje chillen, mensen. Ik moet nog lapjes nou helemaal doen. Dat ga ik vanmiddag denk ik wel doen. Of ik ga een beetje chillen, een beetje Minecraft spelen. Ik weet niet wel eigenlijk wat ik ga doen. Eigenlijk moet ik wel een beetje aan school en zo. Wat is hier gaande? Paying respect to the families. Nee, waarom lach jij zo? I've never seen anything like this. I've never seen anyone carry around their mother's ashes. Oh, wat de waar staat dit nou weer op? Yeah. Do you think my father's funeral was like this? Badra, je moet echt wat social skills leren. Ja. But I know his death broke the golden path. Oh, onze vader. Things would be different now. Oh. If he died fighting. But he didn't. He died fighting. Ga je nou mijn vader zwart maken? Wait, what jongen, Eetje weet geen eens hoe zijn eigen vader is doodgaan. It's still there. Maybe you could go there and find out more about him. Just be careful. That area belongs to no one now. I have to go. Oké, doei. Ik weet niet waar jij heen gaat, Badra. Ja. Waarom loop je zo snel weg? Ik ga je niet aanvallen of zo. Waarom kijken ze allemaal zo naar me? Ik was gewoon hier een beetje aan het chillen en toen eens kwam die chick. Oh my god. We gaan de eerste missie van... Yogi en Reggie. Ah, dat is een drugsmissie. Ah, wat leuk. Ja, daar heb ik wel best wel zin in eigenlijk. Maar ik wil echt wat voorwerpen maken, ja. Ja, wild zwijn. Heb ik nog steeds geen wild zwijn vermoord? Waar zijn die beesten? Ja, die zijn daar al, maar ik kan ze dus echt niet vinden. Waar zijn wilde zwijnen? Waar zijn wilde zwijnen? Dit is een varken? Nee, ja, dat heb ik helemaal niet nodig. Ik zoek een wild zwijn, geen fucking varken. En verder zijn er geen varkens. Nou, hier blijkbaar dus. Alleen dan moet ik... Oh, hier staat een gyrocopter. Wat de hel? Waar staat dat ding? Oh, hier ook. Al deze mensen zijn aan het rouwen om familieleden. Die omgekomen zijn bij deze oorlog van Kirat. Wij gaan even wat wilde zwijnen doden. Ik hoop wel dat ze spawnen, want ja, dat heb ik wel nodig. Want ik wil die zwijntjes wel doden, mensen. Ik weet niet wat ik deze aflevering ga doen.
Ik denk niet verder met de story mode. Story. Ik denk dat ik gewoon een beetje ga kutten. Wat buitenposten ga bevrijden. Wat klokkentorens ga bevrijden. En gewoon een beetje kloten. Ja, zoals Far Cry 4 hoort. Ja, of eigenlijk Far Cry in het algemeen. About my image on the world stage. And I think what I like is a celebrity endorsement. You know, this isn't from a Dennis Rodman type. Perhaps I could get Beckham to bring the galaxy over for a game against my best 11. A bit what? Cliche now, I suppose. A pop star. Oh, that's if the dictator of Turkmenistan can get J-Lo to sing him happy birthday, then who's to say I can't get my fading star of yesteryear? We'll see how much Kanye is going for. Do you follow him on Twitter? In his gold. What? Oh, I would love to shoot the breeze with that young man. Who the fuck? Okay. Deze zwijn. Ben ik nou echt? Eindelijk is een beest dood. Holy. Ik schiet gewoon 2 sniperkogels in zijn kop en hij overleeft het gewoon. Vind ik een beetje onrealistisch game, maar oké. Okay. Waarom speelt deze muziek eigenlijk? Mag ik dat even vragen? Oké, kan ik nou iets maken of niet? Hoeveel beesten heb ik nodig? Van eentje. Maar nu zijn ze allemaal weg. Ik moet even zo'n jachtspuit maken. Oké, spuitje zelf vol, AJ. Waar zijn die wilde zwijnen? Hoe kunnen ze nou allemaal weg zijn gerend dan? Of is daar er één? God, ik moet dichterbij komen, Oké. Ik jaag je even voor kogels. Bedankt bro. Ja, sorry wild zijn, alleen net je vriendje was ongeveer onverwoestbaar, dus dan doe ik het maar zo. Munitiebuidel wil ik graag maar. Oké, van een blauw schaap. Waar vind ik nou weer een blauw schaapje? Volgens mij staat ook hier al in de buurt, of niet? Ja, hier is een blauw schaap, oké. Waar is mijn gyrocopter? Wat gebeurt er nou weer? Oh, die is deze kant op. Hier zijn wat mensen gewoon vermoord door, wilde zwijnen of zo, moet ik dat weten. Hier is mijn gyrocopter, oké, nice. Dat zijn die wilde zwijnen. Volgens mij kunnen die wilde zwijnen je ook aanvallen, fucking kleren beesten. Oké. Of nee, dat is een beer, man. Wat lul ik nou weer met mijn wilde zwijnen. Oké, let's go. Dat is een karma gebeurtenis, maar daar heb ik geen zin in, jongens. Jullie mogen het zelf uitvechten. Als ik er kom, dan is het weer cleaner. Dat wil ik niet. Haat ik ook in Minecraft Skywars. Als een kindje gaat cleanen, is het super retarded. Dus ja, dat ga ik ook niet bij jullie doen, mensen. Ik gun het gevecht gewoon aan jullie. Oké, blauwe schapen, waar zijn jullie? Ik heb net al mijn jachtspuit gebruikt. Jammer genoeg. Oké, waar zijn de blauwe schapen? Daar staan wat mensen te chillen, maar ik heb eigenlijk blauw schapen nodig, alleen ik zie die beesten nergens. Lastig. Voor de rest heb ik gisteren een dislike gekregen op mijn video, mensen. Wauw. Ik had 1 view en 1 dislike. Ik weet niet of dat de vaste hater is, of dat gewoon iemand is die gewoon mijn video's kijkt en dan denkt, oh, wie is deze guy? Nee! Ja, ik wou net mijn gun pakken. Kutvogel dat je bent. Watch out! Watch out? Wat gebeurt er? Oké, ik heb... Nou, fuck die blauwe schapen, jongen. Ik word er helemaal fucking spastisch van. Ik ga dit dorpje bevrijden. Of een van deze. Welke is het dichtbij? Ik ga gewoon hier huis van Keita. Geen idee wie Keita is. Alleen we zijn bij zijn huis. Bij zijn ossel. En we gaan buitenbos bevrijden, denk ik. Want ja, die blauwe schapen die werken niet mee. Wil ik geen aandacht aan besteden. Ga gewoon loesel, AJ. Ga naar de buitenpost. Ik heb toch net een marker gezet, man. Is dat ding weer weg? Kom op, hero. Wat de hel doen jullie hier, oh god. Waarom komen die mensen in een buitenpost? Dat is een beetje bullshit. Jongen, gas. Hoezo komen deze guys als ik deze buitenpost heb bevrijd? Dat vind ik een beetje broken. En nu komen jullie pas. Nou, bedankt mensen, bedankt.
Oh mijn god, ik moet helemaal daarheen, mensen. Oh, ik wou dat ik een gyrocopter heb. Maar ja, die heb ik net achtergelaten als een sukkeltje. Dus ja, dat is mijn probleem. Verder is, hebben we veel kogels van het ding. Dat kun je niet zien als je niet aan het schieten bent. Nope. Hey. Ik wil dingen bij jou kopen, bro. Ik wil dingen bij jou kopen. Hey, rustig, rustig. Ik wil wat munitie kopen, want dit is echt niet meer normaal. Munitie voor mijn machine... Nee, niet machinepistool. Aanvalsgeweer. Nice. Oh my god, jongens, ik nak jullie auto even als dat mag. Jongen, ga even aan de kant. Ja, ga maar dood door even die honden, want je gaat niet aan de kant. Ja, doei. Laat de pik iets. Nou, maar ja, dus dat is dus het verhaal van de Disney. Ik weet niet wie dat is. Misschien was het een random persoon. Misschien was het een vaste hater. Hij vond mijn video in ieder geval niet leuk. Nou, dat is jammer dan. Want ik vind hem wel leuk. Maar bedankt voor het kijken van de video in ieder geval. I know who you are. Nou, dat slaat nergens op. Maar één view is beter dan geen view. Let's go. Ook als iemand die mijn video kut vond. Dat was hij ook. Maar ik heb wel mijn best gedaan voor Messiah, jongens. Ik heb wel mijn best gedaan voor Outlast Messiah. Maar ik ging ook natuurlijk dood in de eerste scène met Martha. Dus ja, ik snap dat hij een dislike heeft gegeven, want deze gameplay is gewoon heel ruk. Oké, we zijn bij de buitenpost, mensen. Ik weet niet hoeveel van die mensen hier zijn. Oké. Oh nee, ik wil niet gelijk gespot worden. Hoe ga ik dit ooit doen? Zijn er nog honden of zo? Ik denk dat ik die guys eerst gewoon kan doodmaken, YOLO. Hij staat een beetje stil daar, oh. Gast, ga dan niet bukken, man. Wat is dit voor bullshit? Wat doet hij? En ik mis. Oh shit. Oké, tijger, ga... Hey, wat de hel doen jullie? Nou, ik ben dood. Wauw. Deze buitenposten zijn redelijk lastig. En ik heb een Hurlong token, maar nee, die ga ik niet gebruiken, man. Ik ben geen homo. Ik weet niet wat de Hurlong token doet. Alleen volgens mij kan me dan buddies helpen of zo. Maar ik wil het stealthy doen. Alleen dat ik dat gewoon miste is weer een sign dat ik echt gewoon ruk ben. Hallo, ik span toch wel bij die buitenpost? Hallo? Ja, ik wil wel bij die buitenpost spannen. Kom op, nou, dit wil ik even... Waar is die buitenpost dan? Ah, hier kan ik zo spastisch van worden. Laat me gewoon naar de buitenpost gaan. Hier, oh ja. Hoe ga ik dit aanpakken? Dat is een goede vraag. Ik kan die tijger loslaten. Alleen volgens mij is er zo'n jager. En een jager die... En ik ben al dood. En ik ben nu al de lul. Laat me het alarm uitschakelen. Laat me het alarm. Nee. 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 Ik ben dood, mensen. Ik ben ruk in deze game. Dat zien jullie. Maar ik heb wel de moeilijkheidsgraad op moeilijk gezet. En niet op normaal. Dus hé. Maar je gaat er redelijk snel dood. Hè? Dat is het enige wat volgens mij verandert met hard. Je gaat echt super snel dood. En je krijgt minder kogels van mensen of zo. Maar ik vind het wel uitdagender. Alleen ik ben gewoon shit in deze game. Net zoals in Far Cry 3. Dus dan ga je heel snel dood. Ja. Ik denk dat ik kan ook zo'n vleesje gooien of zo. Laat ik dat gewoon doen voor de leuk. Hier even een vlees erin. Hoppa. Hopelijk komt daar even een leuk beest op af. Oh, daar staat iemand die ik ook kan doen. Het shirtje. No way. Oprotte jij, man. Ja, oké. Okay. No way. Nee. Oké, eerst wil ik dat alarm uitschakelen. Oké, nice. We don't know what's out here. You can hide a footprint. Oprotte jij. Oké. Jongen, ga gewoon dood, man. Like, what the actual hell? Oprotte jij. Daar is zo'n jager. Die moet even dood. No way. Ga gewoon dood, man. No way. Oké. Okay. Deze game is AIDS. Deze game is een kut game. Sorry.
Sorry, maar deze game is echt te moeilijk voor mij. Ik moet hem op normaal zetten. Ik wil hem niet op normaal zetten. Nee, dat wil ik niet doen. Alleen het is echt te moeilijk gewoon. Ik ben te shit in deze game. Ik ben te shit in shooters. Kijk wat ik aan het doen was. Het was wel een goede tactiek, I guess. Maar het ging gewoon niet zo goed, nee. Oké, glide nou eerst even deze guy uitschakelen. No way, man! Schiet hem dan, nee! En ik ga nu op... Wat?! Dit kan niet meer. Je gaat te snel dood op hard. Je gaat te snel dood. Kan niet meer. Verder is mijn clash gaat redelijk goed. Town level 8. Ik ben nu aan het sparen voor town level 9. Dus dat gaat redelijk lekker. Ik heb bijna alles max. Clash Royale gaat ook redelijk goed. Maar deze cut game wil ik gewoon afspelen. Verder is ik gisteren een beetje Minecraft gespeeld. Ben ik Shiran. En heb ik een beetje Outlast 2 gekeken van de i3 MZ. En ja, ging niet zo goed. Vanmiddag ga ik denk ik aan school. Moet eigenlijk wel. Want ja, mijn telefoon staat ontladen. Dus niet dat ik veel anders kan doen. Maar like, hoe mis ik zo makkelijk school? Ik hoop je moet hem gewoon gelijk killen. Let the people see the old Kirat burn. Let them cry and tear out their hair. Years from now they'll thank men for dragging them into the light. Je moet het alarmsysteem uitschakelen. Sometimes I stare for a long time into the bonfires. And I can almost see the future as the king sees. Oké, kom maar. Oké, nog eentje. Waar is dat beest? Wat? No! No way, ik ging bijna dood door die ene jager die ineens naast me stond. Ik was vergeten, jagers natuurlijk zo niet op de minimap. 4 van de 24 mensen, 1/8. Wow, ik ben echt shit. 1/6, wat zeg ik, 1/8. Ik ben echt shit bezig, mensen. Maar deze tijger vind ik niet echt veilig, dus jij gaat lekker dood. Zo. Nou, sorry bro, maar er zit een tijger hier. Wou je liever dat ik hem gewoon losliet? Dat is niet echt veilig, vind ik. Nou, bedankt jongens voor het komen. Seven treasures. Maybe they'll give us the afternoon off? Wat? Deze mensen zijn lijp, ouwe. Deze mensen zijn zo lijp. Nou, ik wil hier nog even wat doen. Of nou, eigenlijk kan ik het beter hier doen, want hier heb ik al heel veel gedaan. Ja, ik ga die Kieren die buitenpost bevrijden. En dan ga ik de video beëindigen, mensen. Ja. Ik weet het, we hebben weinig gedaan in de video, maar ja, dan moet je maar Serpent Gameplay kijken. Want ja, Rickard maakt deze serie veel leuker. Ik denk dat ik ooit Far Cry 4 en Far Cry 3 van hem ga kijken, ja. Ik heb nog redelijk veel series die ik nog nooit van mensen had gezien. Zoals Alta Melvin had ik zomaar nog nooit gezien. Alien Isolation had ik al in een lange tijd niet helemaal gekeken. Evil Within 2 heb ik niet gezien. Olifanten rotten en top. Verder Sims City had ik nog nooit van Alta Melvin gezien. Sims 3, Sims 4. En verder zijn nog redelijk series. Veel series, dus YouTube series die ik nog niet bekeken heb. En van Rick, Serpent Gameplay helemaal. Daar heb je Far Cry 3, Far Cry 4. Basically alle Harry Potter games. Fuck up, bro. Als het goed is, doet die guy me niks. Ik ga even naar die buitenpost toe, maar daar gaan die mensen nu ook naartoe. Ja, dat klopt wel. Zie ik hier nog leuke beesten of zo die kan afknallen? Lijkt me altijd wel grappig. Nee, volgens mij kun je camera gebruiken, maar... Oh, daar spant ineens een ding in. Ja, I don't care. Oké, ik ga verder met mijn leven, mensen. Ik ga verder met mijn leven. Als die arend me even niet lastig valt... Oh, daar hoorde ik een... Oh, dat is een olifant, man. Ik schrik me de pleuris. Ik dacht even dat dat de mensen waren. Oké, ik denk dat ik hier wel lok als de woede van Pagan. Wat de hel is dat nou weer? Moet je iets van convoy uitschakelen of zo? Daar heb ik geen zin in, mensen. Fuck die shit. Ja, ik weet dat de woede van Pagan is gearriveerd. Maar half je bek dicht, man.
even gewoon stil zijn. Oh, er zijn heel veel van die beesten, van die honden, ja. Eigenlijk wil je niet dat ze je zien, want dan... dan word je zo gespot hier, oh. Oh, god. Volgens mij kwam er zo'n vogel weer naar me toe. Wou weer mijn aandacht verkrachten. Maar dat wil ik niet, vogel. Oprotte jij. Gekke roofvogel, man. Dit lijkt heel erg op die ene missie die echt super moeilijk was. Is dat het niet? Of ben ik nou gek? Niet. Oh, dat was zo close. Gooi nog wat vlees. Gooi nog wat vlees, kom op. Bear, nice. Die killt ze wel even. Ja, die guys gaan wel redelijk goed dood door de beer. Voor de rest hebben ze wel echt bijna allemaal afzij ze nu weer. Even. Niks. Oh god. Waar zijn die mensen allemaal? I don't get it, waar zijn ze? Dus nog eentje. Sorry, bro. En we hebben weer een buitenbos bevrijd. Wauw, mensen, dat ging heel erg goed. Echt die vleesjes. Dat lokkaas is echt heel erg handig. Ja, vooral als ze shippen als ik. Gooi je gewoon een lokkaas en dan laat je gewoon de dieren. De natuur laat je het oplossen. Zoals altijd. De natuur moet het gewoon even oplossen. Oké, fucker bro, wat hebben we hier? The floor's got eyes on this area. It's going to be hard to infiltrate. Ja, I don't care bro. Voor de rest heb ik twee vaardigheden. Ik kan bijna de ene vaardigheid leren waarbij ik alle guns veel sneller reload. Die wil ik eigenlijk best wel graag. In ieder geval mensen, bedankt voor het kijken van deze video. Als je het een leuke video vond, laat het allemaal duidelijk. Ik ben morgen geacht. Abonneer kan altijd beneden. Comment kan altijd beneden. Gisteravond heb ik lekker een broodje hamburger gegeten. Fucking ongezond weer. En voor de rest heb ik geen nieuwtjes mensen. Gewoon een beetje wezen chillen. Vanmiddag denk dat ik aan school ga en moet werken en zo. En moet huilen en zo. En je kent het leven hoor. Je kent het leven. Bedankt voor het kijken van deze video mensen. Later.